Personen die positief zijn getest op het COVID-19-virus zijn op diverse locaties ondergebracht. Dat zegt Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid. Ze benadrukt dat omdat er veel ongefundeerde berichten op social media circuleren. Onder de besmette personen zijn er zowel Brazilianen als Surinamers. Jesseren geeft aan dat er een stijging is van het aantal buitenlanders dat positief getest is geworden op het virus. We hebben op dit moment in het Wanica ziekenhuis 58 personen, positief geteste personen. In Residence Inn zijn dat 50 die geïsoleerd zijn met matige klachten of geen klachten. In het RKZ op de ICU hebben wij er nog 3 personen. In het Wanica ziekenhuis op de ICU is dat nummer nu naar 3 gegaan. Er zijn nog 7 mensen positief getest vandaag, die ook naar het Wanica ziekenhuis zijn vervoerd. Van deze groep zijn er 16 buitenlanders, de overige zijn Surinamers. U ziet dus dat het aantal Surinamers hoger ligt dan het aantal buitenlanders, maar we zien weliswaar een stijging van buitenlanders die positief getest worden. Het gaat om 54% mannen en 46% vrouwen. Jesseren zegt dat er op dit moment nog iets meer dan 4000 testmogelijkheden zijn. Er wordt hard gewerkt om dit aantal zo snel als mogelijk aan te vullen. Er zijn swabs available voor de RGD inzetten voor de ambulances. De ambulances die elke keer uitrukken om swabs te kunnen nemen van mensen die wij hebben geïdentificeerd, meestal via 178 hotline, en die zijn voorgelegd aan de specialisten en voldoen aan de criteria om geswabt te worden. De medische zending beschikt daar ook over. Er werd een vraag gesteld als er een opvang is in Albina en Ikeri voor positieve. Opvang in Albina is Marwina ziekenhuis, was altijd al geïdentificeerd. En we hebben voor Nikeri hebben we 2 plaatsen geïdentificeerd. Daarop zou voor quarantainefaciliteiten de veiligheidsdiensten misschien eerder antwoord op kunnen geven. Maar voor wat wij weten is staatslogeergebouw ook gebruikt en een appartementencomplex. Dat was directeur Cleopatra Jesseren van Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie.